Honderden kijklustigen die nog eens in de ondergrond kunnen gaan om naar de kip door een brug te kijken. Voor zij die misschien in het verleden boven water gehaald uit onze Gouden Eeuw. En dat is een toonaangevend archeologisch onderzoek geworden. Daar ben ik ook blij mee, omdat deze werken in hun afwerking dat rijk, die rijke geschiedenis van Antwerpen met de stad van Nieuwe tramsporen, 7 bijkomende haltes, een nieuwe tramlijn. Het is de moeite. En het is niet zomaar een tramlijn, het is inderdaad tramlijn nummer 1. De lijn die het zuiden met het noorden van de stad verbindt. En we zitten hier op dat meest noordelijke punt, waar we toch heel wat mensen straks kunnen opvangen en verder met de tram richting stad kunnen laten rijden. Je zal hier misschien nog een stop